vanuit het Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. Vandaag zitten we op de pensioenmarkt van de pensioendriedaagse en dan gaat het dus vandaag ook over pensioenen. Aan tafel heb ik Paul van Ravenswaai. Hij is partner bij Jan Pensioenadviseurs. Welkom. Ja, dankjewel. Wat is nou een goed pensioen, vroeg ik mij af. Dat is een hele goede vraag die niet te beantwoorden is. Oh, nou wat komt er in de buurt van een goed pensioen? Ja, we hanteren nog steeds de norm 70% als zijnde ideaal. Maar de vraag is natuurlijk gewoon, wat heb ik straks nodig om van te leven? Welke uitgaven heb ik nog? En het verschil is dan denk ik een goed pensioen. En dat kan uit verschillende bronnen komen. Dus een goed pensioen kan ook zijn doordat je een eigen vermogen hebt of wat dan. Oké, want wat verschillende bronnen, wat voor bronnen zou je kunnen gebruiken voor pensioen? We hebben natuurlijk de bron AOW van de overheid. Je kunt nog denken aan inkomen dat je nog genereert. Je hebt natuurlijk de bron pensioen in de tijd dat je werknemer was. Je kunt de bron hebben lijfrente of oude dagsreserve die je omzet in lijfrente. Je kunt natuurlijk gewoon vermogen hebben. Dus er zijn natuurlijk verschillende bronnen om straks je financiering uit te halen. Ik vind het altijd, het is zo ingewikkeld. Hoe kan je het nou makkelijker maken? Hoe maak je pensioen makkelijk? Ik denk dat we het te ingewikkeld maken. En dat je op zoek moet naar informatie die het voor jou makkelijk maakt om jouw situatie inzichtelijk te krijgen. En dan de keuzes te kunnen maken die bij jou specifiek horen. Maar hoe krijg je nou tussen de oren van een ondernemer om aan pensioen te gaan denken? Ik bedoel, kijk, we zitten hier bij Ondernemersplaza in Amersfoort, waar ook de Kamer van Koophandel onderdeel van uitmaakt. En op het moment dat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, nou het eerste wat je doet als je naar buiten rent, is je ding doen. Ja. Dan ga je echt niet denken aan pensioen. Dus hoe krijg je nou op het netvlies dat je daar toch wat, dat het handig is om daar wat aan te doen? Ja, ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid zit bij de ondernemer zelf. Hij begint niet voor niks als ondernemer. Daar zit een stukje dwang in om het zelf te regelen. Ja, en dan vervolgens zul iemand moeten gaan kijken, hey, als ik overlijd, als ik arbeidsongeschikt raak, als ik straks 65, 67 of 70 ben, wat doe ik dan? En op basis van inzichtelijkheid gaat hij keuzes maken. Afhankelijk van budget gaat hij vermogen van nu naar later brengen. Dus het moet een beetje iets vanzelfsprekend worden. Hè? Want ik trek een beetje de vergelijking bij de geboorte van je kind. Wat doe je altijd? Je opent een spaarrekening. En als je het zelf niet doet als ouder, dan doet opa en oma doen dat wel. Ja. En dan vind je het heel normaal om te sparen voor de studie of iets anders. En dat voel je ook niet. En dat is natuurlijk, lijkt mij bij pensioen. Ik heb het ook niet geregeld in 1994, dat moet ik eerlijk bekennen. Het was zeer recent zelfs. Maar het moet een soort automatisme worden, dat je er in ieder geval over nadenkt. En ik lees gelukkig wel berichten in de krant dat jongeren zich steeds meer bewust zijn van pensioen. Maar ondernemers lijkt mij een uitdaging. Maar Martijn, volgens mij hebben we nog daar wel de oplossing voor hier. We hebben Richard Wuurding, dat is de directeur van het Verbond van Verzekeraars aan tafel. En net hadden we koninklijk bezoek, want Maxima heeft een website geopend. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, daar waren we natuurlijk zeer vereerd mee dat de prinses dat heeft gedaan. En dat is ook goed, want haar aanwezigheid brengt ook een hoop publiciteit met zich mee. En dat hebben we nodig om het bewustzijn, ook bij ondernemers, groter te maken rond pensioen. Want dat is nu gewoon te laag. Nou, die site die is belangrijk, omdat ondernemers in onze ogen verstandig gaan doen om vroegtijdig al te gaan nadenken. Heb ik naast AOW ook nog meer nodig om later tijdens mijn oude dag goed rond te kunnen komen. Daarvoor is het belangrijk dat je zelf goed nadenkt. Dat je nadenkt over je persoonlijke situatie. Dat je nadenkt over welke je verwachtingen voor later hebt. Dat is erg belangrijk. En deze site biedt algemene informatie. Die is samen ontwikkeld met het Platform voor Zelfstandig Ondernemers. Samen met de Kamer van Koophandel. Samen met FNV Zelfstandigen. Algemene, neutrale informatie. En dat is belangrijk, want de ondernemer wil ook zelf keuzes maken. Die wil zelf kunnen bepalen wat hij doet. En die wil niet automatisch ergens heen gestuurd worden. En de website is verzekerenvoorzelfstandigen.nl. Wat zou ik daar kunnen vinden voor informatie? Nou, die biedt dus verschillende invalshoeken. Het gaat ook over arbeidsongeschiktheid, dat bestond al. En het gaat ook over aansprakelijkheid. Maar waar we het vandaag over hebben is die ouderdagsvoorziening. Die biedt eigenlijk een overzicht van wat voor soort momenten in de levensloop van een ondernemer je kunt tegenkomen. De startende ondernemer, de ondernemer die zijn bedrijf ziet groeien en de ondernemer die gaat stoppen op enig moment. Nou, die site biedt
aanknopingspunten, die biedt checklists, die gaat ook nog tools bieden. Dat moet nog volgende week worden toegevoegd aan de site, maar dat gaat ook gebeuren. Er is ook een link gemaakt met de pensioenschijf van Vijf, die ook helpt met die bewustwording, met nadenken over je eigen situatie. Want de pensioenschijf van Vijf, ken jij die ook, Paul? Ja, ja, dat zijn gewoon de verschillende bronnen die je straks hebt waar je inkomen uit kunt genereren, die ik eigenlijk ook al genoemd heb. Waarvan je zegt, ja, ik heb AOW, ik heb pensioen, ik heb lijfrentes, ik heb vermogen, ik heb arbeidsinkomen nog. En die cluster zal straks moeten zorgen dat je voldoende inkomen hebt. En de een haalt het uit die bron en de ander haalt het uit een andere bron. Maar wat mij toch intrigeert is, hoe maak je nou zo'n site aantrekkelijk dat een ondernemer daar gaat kijken? Want die wil toch maar één ding, die wil gewoon zijn ding doen. Ja, pensioen, dat is net als de afdeling boekhouding, zo saai. Ja. Maar je hebt het wel nodig, het is heel belangrijk. Maar... Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Hè. We willen ervoor zorgen dat ondernemers aan het denken worden gezet. Ik denk ook dat ze er tijd voor moeten nemen. Hè. Ondernemers hebben er hier eigenlijk geen tijd voor, hebben er geen zin in. Maar de kunst is natuurlijk wel om er wel tijd voor te maken. Nou, de crux van die site is denk ik dat je in een vrij kort ogenblik, een paar minuten eigenlijk, je toch al getriggerd wordt op wat zou nou voor mij relevant zijn. Nou ja, en de een die kan zeggen van, goh, ik stel het nog even uit. Ik ben net startend, ik ga me eerst focussen op mijn bedrijf. Komt later, komt over een paar jaar. En voor de ander zal het misschien net toch de trigger zijn om er verder over te gaan nadenken. Dat is eigenlijk wat we beogen. Ja, maar ik denk ook dat er natuurlijk een rol weggelegd is voor de professional rondom die ondernemer. He, want die moet al zoveel. Ja. En hoe aantrekkelijker je het maakt voor de professional. He, ik denk ook voor de boekhouders, de accountants, ook voor de mensen van de Kamer van Koophandel. Dat die daar toch attent op maken. En het is nood samen die site doorlopen. Zeker. Met pensioen een beetje sexy maken, dat is toch wel de uitdaging, denk ik. Nou ja, dat is inderdaad waar. Je moet het aantrekkelijk maken, je moet het laagdrempelig maken. Maar daarom hebben we ook zo goed samengewerkt met het platform van de ondernemers en met de Kamer van Koophandel. Om ervoor te zorgen dat dit nou beantwoordt aan wat een ondernemer zoekt. En een ondernemer wil niet gelijk al ergens naartoe gestuurd worden. Die wil gewoon eerst eens zelf kunnen nadenken. Die wil zelf keuzes kunnen maken. Ja. En hij kan de keuze maken op enig moment om naar een professional te gaan. En die professional kan hem natuurlijk ook begeleiden. Dat lijkt mij ook in heel veel gevallen wel verstandig om te doen, want het is een complexe materie en je hoeft echt geen specialist te worden. Waar het om gaat is dat mensen worden geprikkeld om er zelf over na te gaan denken. Ja, dat je de grote lijn in ieder geval snapt. Hè. Ik leer als ondernemer, mijn grootste les als ondernemer was dat ik alles beter moest weten dan moet leren te weten dan de professional die mij begeleidt. En ja, dan hoef je niet tot in detail te beheersen, maar wel de grote lijnen. En dat je in ieder geval weet dat je als ondernemer zelf verantwoordelijk bent. En dat is natuurlijk ook voor pensioenen zo. Want is het nou zo? Jij hebt een hele prangende vraag. Ja, ik heb een prangende vraag. Want ik vond het wel mooi. Want hoe maak je nou pensioen sexy? En ik denk, voor mij weet jij wel hoe dat moet. Hoe doe je dat? Ja, pensioen blijft een saai onderwerp. Dus sexy maken niet. Het enige wat je kunt doen is bewustwording. En met mensen erover hebben. Van, joh, maak je keuzes. En keuzes kun je alleen maken als je inzicht hebt. Nou, daar zijn bronnen voor. Je ziet bijvoorbeeld nu, want er werd al even een link gelegd met accountants. Jan Pensioenadviseurs is onderdeel van Jan Accountants Organisatie. Je ziet dat de accountants steeds meer oog krijgen voor pensioen. En dan is het alleen maar informatie geven. En dat kan via een site, dat kan via reclame, internet. Kan ook in een persoonlijk gesprek. Nou, dat kost dan over het algemeen geld. Ja. En uiteindelijk zal een ondernemer zelf moeten inzien. Ik ga er iets mee doen. Het enige wat we denk met z'n allen kunnen is informatie verstrekken. Zodat hij beter beslagen bij zijn keuzes kan maken. Maar ik blijf het lastig vinden, want het is toch in een glazen bol kijken. Want dan vraag je mij, wanneer wil je met pensioen? Ik zeg, ik weet het niet. Dan vraag je, hoeveel wil je overhouden als je pensioen? Ik weet het niet. Hoeveel ik blijf ook wel werken tot ik heel oud en heel grijs ben. Ja, we blijven gewoon allemaal werken. Ik. Ja. Dacht ik. Maar En toch voorspel ik je. Ja. Dat als je zelf ermee aan de slag gaat, hè, er staan tools op, ook die schijf van Vijf, biedt goede inzichten. Als je daar zelf niet mee aan de slag gaat, ik heb het vanochtend ook hier gedaan op Plaza. En je vult de getallen in en die weet je echt wel ongeveer uit je hoofd wat je nu verdient en wat er nog eventueel apart gezet is of niet en komt er nog wat beschikbaar. En ik denk dat je dan ook wel snel ziet van, goh, dit heb ik nu. Ja. En als ik dan uiteindelijk mijn AOW krijg, dan heb ik ongeveer nog dit. Dan, ik denk dat je in de meeste gevallen toch even zult schrikken. En dat is dan net precies het moment wat we proberen te pakken. En vervolgens moet je goed gaan nadenken wat je daarmee wil. En is de follow-up van de site een app? We leven in de tijd van de apps. De app was vorig jaar al. Die was er vorig jaar. Dat was er eerder dan de site. Geweldig. Die hebben we vorig jaar al gelanceerd. Die was er al. De site biedt natuurlijk meer. Hoe heet de app?
Pensioenwijzer, volgens mij. Pensioenwijzer. Uit mijn hoofd gezegd. Moeten we even gaan zoeken. Moeten we even navragen, maar ik dacht pensioenwijzer. Ja, we leven in de tijd van de apps. Ja. Dus, pensioenwijzer. Mijn collega steekt zijn duim op, het is de pensioenwijzer. Ja. Ja. Maar de site biedt natuurlijk meer diepgang. Daar heb je net even wat meer. Maar je kan dan even rustig nalezen. En begrijp je het niet, vraag het dan vooral iemand in je omgeving, lijkt mij. Ja. En het moet zo vanzelfsprekend worden dat je, net als de spaarrekening voor je kindertjes, dat je ook bij de inschrijving van de Kamer Koophandel dat je aan je pensioen gaat denken. Ja. En misschien moeten we maar eens een ander woord hebben. Oude dagsvoorziening, dat vind ik daar ook niet zo aantrekkelijk. Misschien moeten we sparen een ander, voor ander... later. Maar ik denk dat pensioen ook meer is. Ander woord bedenken. Ik denk dat pensioen ook meer is dan alleen maar vanaf 65 of 67. Een ondernemer moet zich ook bewust zijn, als ik morgen overlijd, heeft dat financiële gevolgen. Als ik morgen op zo'n schik raak, heeft dat financiële gevolgen. Dus pensioen is denk ik ook breder dan alleen maar die spaarpot voor later. Pensioen is veel meer dan dat. En dat moet iemand gewoon goed bewust zijn. We hebben een stelling. We hadden de stelling, ik weet precies hoe straks mijn pensioen is opgebouwd. 45% van de stemmers zegt ja, dat weet ik. En 55% zegt dus nee, ik weet het niet. Is dat schrikbarend? Nou, dat komt wel vrij goed overeen met eerdere onderzoeken onder ondernemers. Ik weet niet of dit allemaal ondernemers zijn, maar laten we er even van uitgaan. Eerdere onderzoeken ook van Wijzer in Geldzaken geven aan dat bijna 50% van de populatie iets opzij legt voor later. Daarmee bezig is in ieder geval. Ja. Dus dat kan ik heel goed plaatsen. Ja. En jij, Paul, is dat voor jou bekend? Ja, ik weet niet of percentages relevant zijn. Je ziet denk ik wel dat pensioenbewustheid steeds meer komt. Ook omdat we hebben internet, we hebben sites. Mensen zijn zich denk ik heel goed bewust van. En dan is een verhouding 50-50 of zo denk ik helemaal niet. Ja, ik vind het wel meevallen eigenlijk, moet ik zeggen. Dus, Maar er is dus nog steeds behoefte aan meer informatie. Absoluut. Ja, maar het is natuurlijk wel een hot item. Hè? Ook in de Kamer is er veel over gesproken, veel gediscussieerd. Hè? Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Het leeft veel meer dan ooit. Pensioenfondsen die onder druk staan, staan dagelijks in de krant. Dus het leeft natuurlijk wel. Je moet er wat mee. Ja. Nee, dus inderdaad, het lange doorwerken is natuurlijk volop aan de orde. Pensioen wordt ook duurder. Hè? Rendementen worden lager. Pensioen is onzekerder geworden. En dat, ik denk al de publiciteit daaromheen, dat klinkt misschien een beetje gek, maar helpt natuurlijk ook wel mee om mensen aan het denken te zetten. En dat is natuurlijk niet in eerste instantie gelijk een positieve invalshoek. Dat is jammer, dat had ik liever wel zo gezien. Maar het helpt wel mee, denk ik, om er echt over te gaan nadenken. Oké. Nou, dank jullie wel voor de toelichting. Ja, graag gedaan.